Het is weer voorjaar, tijd voor allerlei activiteiten, zoals de garage sales en de diverse beurzen. Zaterdag 1 april organiseert de Stichting Verrassingsdag een kledingbeurs in partycenter Creadance aan de haven. Een regenachtige ochtend en geen vrije parkeerplaats meer te vinden in de havenstraat. Dat belooft wat. Cameraatje onder de arm en naar binnen. Oeps! De meer dan 40 graampjes zoals aangemeld is niet overdreven. Het aanbod is zeer divers, van heren, dames en kinderkleding tot en met bijouterie en schoenen. Voor elk wat wils. De kraampjes zijn nog niet volledig ingericht of de eerste potentiële kopers graaien al in de aanbiedingen. De eerste klanten hebben de buit reeds binnen en de kledingbeurs sluit om 4 uur de deuren. De zondagochtend is gereserveerd voor de beurzen in het Elsloofse. Vanaf 10 uur is de grote zaal geopend voor een kleding- en speelgoedbeurs. Was het zaterdag in Zijn al een drukke boel met de kledingbeurs, dan word je hier nog eens verrast. Wat een belangstelling! Volgens ons is half Elslo uitgelopen voor deze reeds lang in de belangstelling staande kinderbeurs. Door de relatief korte openingstijden van 10 tot 1 wilde men natuurlijk de aanbiedingen zich niet langs de neus laten gaan en waren de aspirantkopers op tijd aanwezig. Een ruim divers aanbod aan artikelen werden tentoongespreid op de diverse stands. Deze beurzen zijn een reuze alternatief in deze dure tijden waar de prijzen van levensonderhoud door het dak gaan. Steeds meer mensen het lastig hebben om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Sommige van deze kleren dragen we maar even, of zelfs helemaal niet.
Als we met z'n allen slimmer kleren zouden kopen, minder of anders, dan zou ons dat veel opleveren. Meer kasruimte bijvoorbeeld, maar ook een hoger saldo op je bankrekening. En een veel beter milieu. Een win-win-win situatie, deze beurzen.